Vandaag ben ik op het Credo Lentefestival in Utrecht. En er is hier van alles te doen. Er zijn workshops, er zijn standjes, er is lekker eten, er is muziek en vertier en gezelligheid. Maar vandaag ga ik mezelf uitdagen. Ik wil namelijk bij deze editie van Credo een no spend challenge doen. Wat betekent dat precies? Ik mag eigenlijk niks uitgeven. Ik mag wel wat eten en drinken natuurlijk. Maar voor de rest ga ik niks kopen voor het kopen. Dus ik ga niks kopen voor de heb. Wat mag wel? Ik mag wel workshops doen, want dat doe je om te doen, niet om te hebben. Natuurlijk mag ik eten en drinken. En we gaan zien of dat een beetje wil lukken vandaag. En we gaan zien of ik de hele dag leuke dingen kan doen zonder dus een cent uit te geven. Wil jij graag gokken of het mij lukt en misschien zelfs wil gokken hoeveel dat ik toch uitgeef? Druk dan zo meteen op pauze en laat in de comments weten hoeveel jij denkt dat ik toch per ongeluk ga uitgeven. Dus bedenk dat. Typ het in de comments, druk op pauze en dan zie ik je zo terug voor een dag vol avontuur. Als je de Jabeurs app downloadt, kun je een bandje halen. En dat is al een hele leuke manier om je dag te beginnen. Er is zoveel te zien en te doen, zoals deze workshop bij Jillbee's. Koekjes decoreren op een hele bijzondere manier. Maar of je ze daarna kunt opeten, ik zou het wel heel erg zonde vinden. Al kan het natuurlijk wel. Bij Funky Studios waren ze bezig met het tuften van verschillende tapijtjes. De workshop was zo snel volgeboekt, dus als je nog een plekje wilt bemachtigen, moet je volgens mij heel snel zijn, als die plekjes er nog zijn. Maar het is sowieso een genot om mee te kijken terwijl dat de deelnemers hun eigen tapijtje aan het tuften zijn. De resultaten zijn zo leuk. Als je daar zo in het hoekje kijkt, zie je al de voorkant van een van de tapijtjes. Terwijl het de achterkant helemaal klaargemaakt wordt voor gebruik. Bij Haakspot werd er uitgebreid gehaakt. Niet uitgebreid gebreid. De hele dag waren er haakworkshops voor beginners. En Pauline legde heel duidelijk en uitgebreid uit hoe je precies moest beginnen met haken. Want dat beginnen is altijd een uitdaging, maar zodra je het in de vingers hebt, gaat het als een tierenlier. Verder is het tijdens de Credo altijd superleuk om te zien welke nieuwe producten op de markt komen. Zoals deze 100% eco katoenen garens. Er komen ook altijd nieuwe boeken uit bij Boekhandel de Buitelaar. Er liggen altijd fantastische boeken, zoals deze Tom Daley boeken die alleen al een plaatje zijn om te zien. Bij deze workshop van Waardevol Thuis heb ik super lang staan kijken. Ze waren kaarsen aan het marbelen, met een hele bijzondere techniek die ik nog niet kende. Maar het resultaat was verbluffend leuk en speels. Bij Meola Leather ging ik snel een kijkje nemen, want ze waren bezig met allerlei kleine workshops en Ami had een prachtig giletje gemaakt, helemaal van leer. Laatst tijdens de online handwerkclub liet ze zien waar ze mee bezig was en ik was meteen helemaal verliefd. Deze editie had Credo weer allerlei influencers uitgenodigd en die kon je dan meeten en greeten. Kitty DIY was er dit jaar bij en zag er zo gezellig uit bij haar standje. Ze had zoveel fans die gedag kwamen zeggen. Het was gewoon heel erg leuk en hartverwarmend hoe iedereen het zo tof vond om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk zijn er bij de Credo ook altijd heel veel workshops en verschillende workshoppleinen. En een van de workshops waar ik heel enthousiast over was, was de workshop van Marianne Maakt. Zij geeft verschillende workshops, waaronder deze droogbloemenkrans workshop, waarbij je met allerlei materialen zelf een droogbloemenkrans maakt. En Marianne geeft uitgebreid advies en uitleg over hoe je dit handig kunt aanpakken, een nieuwe creatieve hobby ontdekken of gewoon eenmalig iets creatiefs maken omdat je dat leuk vindt. Dat is wat mij betreft de
allerbeste manier om je geld uit te geven bij Credo. Je leert iets nieuws, je maakt iets moois en je steunt lokale creatieve ondernemers. Voor ons was het tijd voor lunch en dat doen we dus niet in de jaarbeurs, maar we hoppen even over naar Utrecht Centraal, waar ik bij Leon even een lekkere halloumi wrap haalde. Het eten in de jaarbeurs is hartstikke duur, daar ga ik geen doekjes omheen winden. Dus hop eventjes naar de jaarbeurs, haal daar wat lekkers, haal even een frisse neus en ga dan weer vol energie terug naar de Credo. Tijdens het Credo Lente Festival zijn er ook dingen speciaal voor kids. En in deze Crea Kids route kun je precies zien wat jij met kinderen kunt gaan doen. Dus allerlei workshops en activiteiten die helemaal kidsproof zijn. Waaronder Jill ontmoeten, wat ook ontzettend druk bezocht was vandaag. Er was ook bingo. Dat is één keer per dag. En dan kun je dus lekker je bingo kaartje proberen te vullen. Voor een festival dat minder oudbollig wil zijn, vond ik het heel erg grappig dat er ook een bingo kaart was. Maar dat is gewoon mijn humor. Als je eventjes wil uitrusten, kun je lekker een deuntje luisteren, een klein beetje meezingen misschien als je dat leuk vindt. Maar je kunt dus ook interviews kijken op het podium. En dit interview was dus met Kitten DIY. Intermezzo, want ik heb een hele leuke workshop op het oog. De workshop van Atelier S en Zo, waarmee we gaan werken met Jess Moniet. Kijk maar even mee. En hier is het eindproduct, een heel erg leuke kaarsstandaard, of kandelaar, hoe je het ook wel noemt. Ik moet hem thuis nog even afmaken. Hij is nu heel warm. Dat komt door de reactie van de stoffen bij elkaar, het stukje liquid en het stukje stof, lijkt het wel. En doordat dat zo op elkaar reageert, krijg je zo'n effect. En daarom is hij ook heel warm, wat echt kei grappig is. En ik heb een kandelaar gemaakt, dus met een kaars erin. Maar je kunt ook heel veel andere dingen maken, zoals een klein Lego poppetje. Of zoals deze kandelaars, die zijn ook heel erg leuk. Je kunt de workshop dus live volgen hier bij Credo, bij Atelier S en zo. Maar je kunt ook meteen een DIY-pakket meenemen en dan kun je thuis zelf aan de slag gaan. Ik vond het in ieder geval een heel erg leuke workshop om te doen en ik raad het jou van harte aan. Credo gaat ook helemaal om inspiratie krijgen. Of je nou gaat meekijken bij een workshop, spinnen op een Turkse spintol, de allernieuwste handgeverfde wolletjes van Foxy Fibers bekijkt, meedoet aan een workshop, scrapboeken, of nieuwe likeurtjes en sapjes leert kennen. Waar jouw creatieve hart dan ook door gegrepen wordt,
Er is voor ieder wat leuks te doen en wat moois te zien. Je ontmoet tijdens de Credo schrijvers van creatieve boeken, kunstenaars en vakmensen, en ontdekt misschien wel een hele nieuwe creatieve hobby. Het is het einde van een hele gezellige dag op Creado in Utrecht. Er zijn zoveel dingen die gezien zijn geworden, die gedaan zijn geworden. En het was gewoon een hele leuke dag met allemaal inspirationele dingen. En vooral heel veel dingen om mee naar huis te nemen en daar verder te doen. Ik heb 0 euro uitgegeven. Ben ik best trots op. Hadden jullie dat goed? Laat me eventjes in de comments weten of je dat goed had of niet. Want ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig of jullie dachten dat het mij ging lukken of niet. Ik was ervan overtuigd dat ik er een paar overheen zou gaan, maar het is gelukt. Een no-spend challenge volledig voldaan. Goed, de Credo is dit weekend nog te vinden in de jaarbeurs in Utrecht. Maar voor nu ga ik een dutje doen.